Goedemorgen allemaal. Vandaag hebben we weer een beauty trainingsdag van Miss Beauty of the Netherlands. Vandaag gaan we op bezoek bij de Linda Foundation, dus dat is echt super gaaf. Misschien weten jullie het wel, misschien weten jullie het nog niet, maar als je meedoet aan Miss Beauty of the Netherlands of aan de voortrajecten, de provinciale voortrajecten, dan zetten wij ons in voor de Linda Foundation. De Linda Foundation is zeg maar een goed doel opgezet door Linda de Mol. Het goede doel zet zich in voor arme gezinnen in Nederland die gewoon net even een extra steuntje nodig hebben. Dus dat, ik vind het echt super goed dat we ons daarvoor inzetten en dat wij hun kunnen helpen. En vandaag gaan we dus op bezoek bij hun. Super leuk. Volgens mij is Linda er vandaag zelf niet bij, maar Hilda van der Bijl wel. Nou, die heeft volgens mij 17 jaar voor de Linda Magazine gewerkt en ze werkt ook nog voor... Daar is ze volgens mij gestopt, maar ze werkt nog wel voor de Linda Foundation. Dus dat is super leuk. En er is ook een subtitel te winnen voor de Linda Foundation. Dat is Miss Charity. Dus dat is niet per se het meisje die het meeste geld heeft opgehaald. Maar meer het meisje die het meeste inzet heeft getoond. Het meisje die het meeste heeft gedaan om geld in te zamelen, zeg maar. Dus dat is een super mooie subtitel. Ik ben ook al een beetje bezig met dat soort dingen. Ik heb nog niet alles gepubliceerd wat ik ga doen en wat ik gedaan heb. Maar bijvoorbeeld, ik heb al wel het gewoon gedeeld met mijn familie en op social media. En ik verkoop ook kleren op Vinted. En dat geld gaat dan naar de Linda Foundation. Dus dat is super leuk. En er komen nog veel meer leuke acties. Want het is gewoon voor een goed doel. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar goed, nu jullie dat allemaal weten. Ik moet mijn make-up nog even doen. Want dit kan natuurlijk niet door de deur. Dus mijn make-up nog even doen, een paar dingetjes bij elkaar pakken zoals gewoon luxe. En mijn outfit. Nou, ik heb al de helft van mijn outfit aan, maar omdat ik dus nog make-up op moet doen, dacht ik, ik doe niet helemaal aan voordat ik daar allemaal foundation en gedoe op heb. Maar goed, ik heb dus zoals jullie kunnen zien al even gedoucht. Ja, ik ga even mijn make-up op doen en dan neem ik jullie vandaag weer heel gezellig mee naar de Linda Foundation. Ja. Leuk. Ik ben aangekomen bij de Linda Foundation. Kijk even hoe prachtig het hier is. Omringd door bos. Dit is dus de outfit die ik aan heb. Deze jumpsuit met gouden hakken. En ik heb zilveren oorbellen gedaan dit keer. Maar ik ga weer naar binnen. Spannend. Echt een hele mooie locatie. Gentle. Kijk hoe mooi, jongens. Het is echt zo mooi dat we zijn. Echt, ik kan hier wel de hele dag blijven. Zo mooi. Leuk! Doe maar die geluiden even weg. Ik vind het smakken. We zijn klaar bij de Linda Foundation. Het was echt super leuk. Leerzaam en heel erg gezellig met iedereen natuurlijk. Ik ga nu even naar huis rijden. Okay, maar mijn haar en mijn ogen in het licht. En die blauwe kleur. Nou, sorry hoor. Ik ga me dus even zoveel foto's maken. Ging er niet om. We zijn daar klaar. Ik ga even naar huis rijden. En dan moet ik ook nog even snel boodschappen doen. Want dat moet ik ook vanavond. Maar we hebben ook weer hele leuke goodies gekregen. Dus dat ga ik vanavond ook weer even uitpakken. En dan weer natuurlijk even een korte. Wat hebben we allemaal gedaan vandaag? Dat vind ik wel heel leuk om te doen altijd. Ik rijd nu met zonder schoenen. Met mijn blote voeten. Voelt echt illegaal. Maar ik kan niet rijden met die hakken. En ik heb alleen badslippers. En ik kan ook niet rijden met badslippers. Ja, ik ga naar huis rijden. En dan laat ik jullie straks even zien wat voor goodies ik heb. En leuk. Dit is wat ik aan had vandaag. Deze lichtblauwe jumpsuit. Met mijn gouden hakjes. Ik vind het zo leuk. Echt super blij dat ik dit aan had. Kijk dan even hoe cute. En ik had... Oh, hoorde je mijn knie knakken? Ik had het bezig aan de andere kant filmen. Ja, dat denk ik ook. Ik blijf wel lekker zo zitten. Maar ik had zeg maar deze oorbellen in. Hoe cute. Normaal ben ik niet van zilver, maar ik dacht met dat lichtblauwe past gewoon echt veel beter. Ik heb ook niet heel veel gouden oorbellen, maar deze die heb ik gekregen. Of nou gekregen, die mag ik lenen van Sanne. Dus voor de mensen die het niet weten, dat is mijn, of onze president van Miss Beauty of Drenthe. Echt
lieverd is dat. Maar daar mocht ik dus oorbellen van lenen. Ik wacht de hele tas met allemaal kleding en sieraden gekregen die ik mocht lenen. Omdat ik gewoon zelf niet zoveel missen-outfits heb. En daar heb ik dus deze jumpsuit ook van geleend. Dus dat vind ik echt super lief, super leuk. Echt zo blij. Ik heb ook leuke fotootjes gemaakt. En ik hoop dat ze ook echt leuk zijn geworden. Nee, make-up is niet heel erg bijzonder, zoals je kan zien. Maar, oh, dus mijn was. Moet ik even opruimen ook. En de goodies laat ik ook zo filmen. Zoom. Nou, Tracy, gaat goed. De goodies laat ik zo meteen ook even zien. Maar ik wou eerst nog even koken. Dat moet ik ook doen, koken. Dus ik ga eerst even koken. En dan de goodies even laten zien en zo. En ik schreeuw. Ik moest dus de winkel ook met dit in, zeg maar. En dat is verder prima. Maar het was echt, het ging echt zo. Ik liep in de winkel en je zag echt dit. Ik dacht, oké, prima. Maar sommigen deden niet alleen een side-eye. Die deden echt een hele hoop tijd. Die deden echt... Ik dacht, doe even kalm. Nou ja, maakt verder niet uit. Maar dan denk ik altijd van... Sorry. Maar... Prima. Laat iemand lekker zijn eigen waarde, toch? Ik vind dat ik er prachtig uitzie. Dat zeg ik niet vaak van mezelf. Ik weet ook niet waarom ik zo praat. Maar dat zeg ik niet vaak van mezelf. Maar ik vind het wel superleuk. Dus ja. En eerst had ik ook te twijfelen over deze hakken. Die heb ik uiteindelijk niet aangedaan. Omdat iedereen zei goud. Dus ik heb gewoon goud aangedaan. Ik film ook echt gewoon zo dichtbij. Hallo. Oké. Ik ga maar even koken. Ik hou dit aan. Ik voel me hier echt mooi in. Dus ik hou dit gewoon lekker even aan. Normaal gesproken zou ik niet al mijn pyjama. Ik blijf maar praten, hè. Nou, doei. Het eten staat nu op. We gaan stamppot rauwe andijvie eten met spekjes en schnitzel. Dus terwijl het opstaat, dacht ik, ga ik even snel filmen wat we allemaal gekregen hebben. Het zit dus in een super cute tasje. En sommige mensen houden echt niet van geel. Maar ik hou echt van geel. Ik weet niet waarom. Maar ik heb ook het gevoel dat het gewoon... Ik hou gewoon van geel, ik weet niet. Kijk. Een tas, een hele grote shopper eigenlijk. Met de zucht erop. In de stijl van Linda en dan hier een klein Linda. Dus dat is super cute. En dan gaan we even kijken wat erin zit, want dat is natuurlijk ook heel leuk. Wat ben je leuk. Ik ga het even openmaken. Volgens mij zijn het gewoon kaartjes. Ja, dat is wel heel cute. Het zijn kaartjes. Oh, er zijn... Dikke kus. Lief, lief, liever, liefst. Oh nee, dat zeg ik niet goed. Lief, liever, liefst. Ik lees gewoon extra. Ik ook van jou. Oh, wat cute. Dit zijn hele leuke kaartjes. Oh, dat vind ik heel schattig. Even kijken. Oh ja. Ik ben arm. Kijk. Ook allemaal van die zinnetjes zoals de A van armoede, de B van bijstand, de C van crisis. Dus ik vind het echt super mooi dat wij als van Miss Beauty of de Netherlands en Miss Beauty überhaupt ons voor het goede doel inzetten. Ik vind het gewoon echt prachtig en ik vind het heel mooi dat ik me op deze manier daarvoor in kan zetten. Want meestal, zeg maar, uit jezelf... Komt dat niet zo snel, dan denk je daar misschien helemaal niet over na, sta je niet bij stil. En door de Linda Foundation besef je dan toch wel echt hoeveel arme gezinnen er eigenlijk in Nederland zijn. Hoeveel kinderen er niet naar school kunnen met een volle broodtrommel. Dus ik vind het echt heel fijn dat Miss Beauty hun support. Dat vind ik super mooi. Ik ga sowieso even de link van de website hieronder inzetten. Zodat jullie het zelf ook een beetje in kunnen lezen als jullie dat interessant vinden. Misschien kunnen doneren als je een klein steekje bij kan dragen. Echt alles helpt, al is maar 50 cent. Dat is natuurlijk al een heleboel voor zo'n stichting, voor ja, een goed doel. Oh, hier staan echt, zeg maar, verhalen in. Ik ga het even snel zo laten zien. Maar verhalen in van gezinnen of van ouders dus. En... Hoe zij het hebben ervaren. Jeetje. Oh, dat ga ik. Ja, als ik dit. Ik ga dit niet nu voluit lezen, want dan ga ik huilen. Maar. Ik vind het toch wel
heel insightful om dat dan toch weer te hebben en te lezen. En dat je denkt van jeetje. En dat geeft me alleen nog maar meer, zeg maar, die push in de rug van meid. Zet je er nog even wat harder voor in. Ik heb al heel veel leuke acties in mijn hoofd om geld op te halen. En ik heb al wat geld opgehaald, dus daar ben ik super blij mee. En nou, ik ging dus de link ook in de comments, of in de comments in de beschrijving zetten, zodat jullie daar even naar kunnen kijken. Maar zij kopen dan bijvoorbeeld Albert Heijn tegoedbonnen of van de Hema, van de Lidl. Zodat die gezinnen krijgen dan zo'n pakketje. En daar kunnen hun dan boodschappen mee doen en dergelijke. En bijvoorbeeld met kerst en met Sinterklaas krijgen ze net iets extra's. Omdat ze dat meestal gewoon niet kunnen vieren. Omdat ze daar gewoon niet genoeg geld voor hebben. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Ah. En een editie van de Linda Meiden. Dat vind ik echt heel leuk. Maar dit vind ik dus ook super leuk. Dus ik ga denk ik... want wanneer heb ik dat? Ik vind het altijd leuk als ik bijvoorbeeld ergens heen ga en ik zit een uur of twee in de auto en dan ga ik dit altijd lezen of als ik op vliegveld zit. Ik heb er nog één dingetje in. Oh. Een face kit pakket. Shit. Oh, wat cute. Oké, kijk. Er zit een... Oh, dit vind ik heel handig. Ik heb dit echt nodig. Oh, wacht. Laat ik het eerst laten zien hoe het eruit ziet als het zeg maar er nog in zit. Dat is echt cute. Dit is, kan je dat zien? Een face scrub en een day cream, toch? Ja, day cream. Dat is ook altijd handig. Oeh, met avocadoolie. Nice. En natuurlijk een night cream. Ja, ik doe wel steeds zo, maar het is allemaal hetzelfde flesje en staat er gewoon op night cream. Ik weet niet waarom ik ze overdreven doe. Ook met avocado. Oh nee, met amandelolie. Oeh, ik moet het eigenlijk even ruiken. Maar ja, natuurlijk dicht. Maar ik wil het ook niet openmaken, want als ik wil eerst mijn oude crème opmaken en dan pas dit gebruiken. Anders is het binnen een maand niet meer goed en dan dat vind ik zonde. Maar ik denk dat het heel lekker ruikt. Cute. Echt super leuk. Maar ik vind het allemaal super leuk. En ook echt super lief dat ze dat dan natuurlijk weer aan ons geven. Dat had natuurlijk helemaal niet goed voor, maar ik vind het zo lief. En vooral ook, dat is dan weer dat ik daar weer blij mee ben. Maar deze tas. Ik vind het echt zo leuk. Ik ga dit zo vaak gebruiken. Dit is echt gewoon zo'n perfecte tas. Hier kan ik boodschappen mee doen. Ik kan naar het strand. Ik kan alles. Ik zou er niet zo snel meer naar school gaan. Ik zit niet meer op school. Waar heb je het over, vriendin? Ik zou er ook niet zo snel mee naar werk gaan. Want dat is gewoon te groot. Maar bijvoorbeeld het strand. Dan kun je al je handdoeken al eten, inpleuren. En heb je dan groot genoeg geteld. Net als boodschappen doen. Ik ga altijd boodschappen doen. En dan heb ik of een hele kleine tas. Of ik heb geen tas. En dan loop ik of met 30.000 dingen op mijn arm. Of ik vraag of ik het mandje even mee mag nemen. Meestal zeggen ze wel ja. Maar is niet handig. Dit ga ik gewoon altijd bij me hebben. Altijd. Super tof. Even kijken. Want we zijn dus bij de Linda van deze geweest vandaag. Voor als het niet duidelijk was. En het was echt een prachtige locatie. Echt super mooi. Maar we begonnen eigenlijk met een presentatie. En daar kregen we gewoon informatie over de Linda Magazine ook. Heel erg over de Linda Foundation. Hoe ze de gezinnen uitkiezen. Dus het was allemaal heel informatief en heel fijn om te weten. En daarna hebben we nog even fotootjes gemaakt natuurlijk. Want wat is dit nou zonder foto's? We hebben heel veel foto's gemaakt. Ze hadden ook allemaal lekker snacks klaargelegd. En toen kregen we nog een impressietraining van Saartje Langstra. Voor de mensen die het niet weten, dat is Miss Beauty en Miss Earth The Netherlands 2021. Echt een prachtige vrouw. Maar ja, zij gaf een impressietraining met allemaal tips en tricks over hoe je jezelf kan presenteren. Hoe je beter kan presenteren. Hoe je zelfverzekerd, nou ja, niet zelfverzekerd, ja jawel. Hoe je zelfverzekerd kan worden. Gewoon tips daarmee, zeg maar. En dingen die kunnen helpen voordat je on stage gaat. En dat is echt super leuk. En we hebben ook een presentatie gekregen van Juriaan. Dat is bij hun de persoon die TikTok beheert. Die is van Linda Meiden. Dus hij beheert vooral TikTok. En daar kregen we een korte presentatie over hoe je zeg maar het beste mensen op TikTok kan aantrekken. Wat voor filmpjes en
Nou ja, dat dus. Dat vond ik ook heel fijn. Want ik vind TikTok heel leuk. Maar heel vaak heb ik of geen inspiratie. Of ik denk, ja, wat vinden mensen nou leuk? Wat vinden ze niet leuk? Of dan krijg ik geen views. En dan denk ik, nou ja, laat maar. Dat is natuurlijk ook niet de goede mindset. Maar dat was dus ook heel informatief. Daar heb ik ook wat dingen opgeschreven. Dus hou ook mijn TikTok in de gaten. Ik ga proberen daar meer op te posten. Ik vind dat natuurlijk heel leuk. En ja, toen hebben we eigenlijk nog meer foto's gemaakt. En ja, het was gewoon vooral een hele informatieve dag. Maar het was zo lekker weer. Dus dan gingen we buiten bij dat mooie water en bij de bomen foto's maken. Dus dat was natuurlijk super leuk. En ja, ik heb heel erg genoten vandaag. Wederom. Mijn alarm van het eten ging even af. Excuses. Maar de eerstvolgende keer dat ik de meiden weer zie is pas over 2 of 3 weken. Volgens mij de 2e week van mei. Want dan gaan we naar het buitenland met z'n allen. Dus dan gaan we de week weg. Dat is super leuk. Ik kijk er echt super naar uit. Maar het is natuurlijk wel jammer dat ik de meiden dus een paar weken niet zie. Want we hebben... Dit was volgens mij de laatste training tot dan. Maar ik ga die tijd heel erg gebruiken om vooral mijn social media op te peppen. Om het focusje uit te werken. En om acties op te zetten voor de Linda Foundation. Dus ik ga dat echt daarvoor gebruiken. En misschien dat we tussendoor met de meiden ook nog wat afspreken. Dat is natuurlijk super leuk. Maar ja, dat was dus vandaag eigenlijk super leuk. Ik ga snel mijn aardappels eruit halen, want ik heb de wekker gewoon genegeerd en ik ben gewoon verder gegaan met praten. Dus dat ga ik even doen. Dan gaan we even eten en dan ga ik nog even mijn make-upjes eraf halen. Ik dacht, ik ga voor de grap de helft van mijn make-up afhalen en de helft niet, maar kijk dan. Naakte morgen. Naakte morgen. But both of them look really, really great. Dat is wel echt. Kijk even hoe mijn lange haar ligt. Wat had ik er? Dat is wel echt iets wat ik mee wil geven aan mij, want kijk, ik doe natuurlijk mee aan een misverkiezing, maar vergeet niet dat social media allemaal, niet allemaal, maar veel, een groot deel is niet echt. Foto's worden bewerkt, mensen hebben kilo's make-up op, vooral als het om foto's en video's gaat. Maar blijf gewoon altijd bij jezelf. Vergeet niet dat jij mooi bent zoals jij bent. Jij bent speciaal. Je moet niet zijn zoals al die anderen of al die mensen die op Instagram zitten. Dan... Je moet gewoon jij zijn. Dat is echt iets wat ik gewoon heel belangrijk vind. En ik vind het ook belangrijk dat iedereen zich gelijk voelt. Ongeacht nou, hoe je je als persoon identificeert. Of hoe jij je... Wat voor huidskleur je hebt, wat voor haartype je hebt, wat voor lichaam je hebt. We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal van binnen gewoon mens. We hebben allemaal een hart. Dus ik vind gewoon dat we die moeten gebruiken voor elkaar. Even een leuke les. Een les. Dat is gewoon mijn mening. Heel belangrijk dat we als mensen elkaar behandelen als mensen. Want ja, zoals ik al zei, we zijn allemaal gelijk. We hebben allemaal één hart. En we hebben allemaal liefde in ons. Dus laten we dat voor iedereen gebruiken, niet voor maar een bepaalde groep. En ik draag meestal... Kijk, nu dat ik droeg nooit echt make-up. Ik vond het altijd heel leuk om te doen. En dan deed ik bijvoorbeeld als ik thuis was, ik een full face op. Als ik dan ergens naar buiten ging, dan had ik eigenlijk mijn wenkbrauwen, concealer en een beetje mascara en een blosje. Maar ik had zeg maar niet zoveel als nu. Dus als jij mij ooit tegenkomt op straat, dan zie ik er hoogstwaarschijnlijk zo uit. Maar dan ben je alvast gewend. Oké, hoe sluit ik mijn vlog altijd af? En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Je mist een deel. Wat dan? Ik hoop dat je de video leuk vond. Ja. Doe dan. Wil je afsluiten? Nee, ik wil niet afsluiten. Oké. Ik heb inmiddels mijn pyjama aangedaan.
Ik ga even lekker op de bank zitten. En ik denk dat mijn vriend Creed 2. Creed 2? Was het Creed 2? Ja. Creed 2 wil afkijken. Dus dat ga ik even lekker doen. En dan ga ik lekker slapen. En dan moet ik morgen weer werken, helaas. Maar goed, ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. En dan hoop ik jullie ook weer te zien in mijn volgende video.